One time, yeah, two times. Good morning guys, het is vandaag maandag. Ik ga een beetje snel doen, want over 3 minuutjes ga ik de meeting in met Swagati van Mind & Moods. Ik heb jullie vorige keer haar werkboek laten zien en een beetje uitgelegd waar Mind & Moods over gaat. Wat er dus in het werkboek te zien is. En wij hebben zometeen onze eerste sessie samen. Dus dat betekent dat ik vanaf vandaag met haar coaching traject inga, waarin zij mij dus gaat begeleiden. Het hele ding staat niet goed. Ja, een stuk beter. Waarin zij mij dus gaat begeleiden to become the best version of myself. Ik heb er super veel zin in. Ik heb vannacht bijna niet geslapen. Ik ga een kopje thee maken voor mezelf. Deze meeting duurt ongeveer 1,5 uur. En dan praat ik jullie daarna eventjes bij. Zo jongens, de sessie zit er net op. Oeh, ik moet heel erg wennen aan mijn haar weer. Maar goed, het was een fijne eerste sessie. We hebben eigenlijk nu voornamelijk besproken wat ik van het hele traject verwacht. Waar ik me op wil focussen, wat mijn doelen zijn. Wat mijn valkuilen zijn of punten zijn waarvan ik denk van oké, hier moet ik mezelf een beetje in challengen. En hier zit wat graafwerk en hier dit en hier dat. Dus het was een beetje een algemene eerste sessie. We hebben gelijk vooruit gepland, wat super handig is. Want als ik niet meteen vooruit plan, dan komt het er nooit van. En het liep een beetje uit omdat we weer alle kanten op gingen met ideeën en gedachtes hebben uitgewisseld. Noem maar op. Ik ga nu de boel om mij heen opruimen. Zoals jullie zien zijn mijn extensions eruit. En ik heb dus mijn haar nu even gewoon met een klemmetje naar achter gebracht. Ik heb nog steeds moeite met het accepteren of het uitvogelen van hoe ik vind dat mijn haar mooi zit. Want kijk, het moet weer een beetje geknipt worden. Maar het zit niet slecht of zo, maar het voelt gewoon niet als ik op de een of andere manier. Ik blijf het raar vinden. Nou ja, raar. Ik moet er gewoon aan wennen. Ik wil het liefst nu alweer gelijk die krullen extensions in, want ik weet niet, met langer haar voel ik me een soort van beter of zo. Een hele goede morgen guys. Ik ben te laat voor mijn eerste afspraak. Goed begin van de dag. Ik ga eindelijk weer even op straat, dus ik heb weer iets om jullie in mee te nemen. De afgelopen dagen ben ik namelijk alleen maar thuis, alleen maar aan het studeren. Alleen maar aan het slapen en aan het sporten. Maar goed, ik heb een afspraak bij. Oh, wat gaat er goed? Bij Humanitas. Dus ik sta nu voor de deur. En ik ga jullie even achteraf vertellen waar de afspraak over ging. En hoe het is gegaan. Dus ik kom zo bij jullie terug. Even een paar meegeven, zo meteen, als je wil. Want dan geef ik hem ook weer door. Ja, het is alles bij elkaar. Oké, guys, ik ben er weer. Ik ben bevroren, want ik ging zonder jas naar binnen. Make it make sense in 0 graden Celsius. Anyways, even een kleine update. Ik heb jullie de afgelopen tijd wat vaker verteld over dat ik mijn rol als vrijwilliger anders ga invullen bij Humanitas. Daarbij komen wat meer verantwoordelijkheden. Daarbij komen meer initiatief vanuit mij om bepaalde projecten groter te maken, meer vrijwilligers te werven, et cetera, et cetera. Nu hebben we een hele productieve meeting gehad van 2 uurtjes lang, waarin we het hebben gehad over wat we de komende tijd gaan doen, hoe kunnen we het beter aanpakken, waar hebben we nog vrijwilligers voor nodig, et cetera, et cetera. Dus dat was een hele fijne meeting. Ik heb een hele stapel hier met spullen die ik kan gaan verspreiden, zowel binnen als buiten de PI. Daaronder hebben we bijvoorbeeld een boekenlegger waarin informatie staat over detentie. Ik heb hier een hele mooie flyer. Deze is echt voor gedetineerden zelf, waarin projecten staan die Humanitas Almere aanbiedt. Want let wel op, dit is echt voor Humanitas Almere. We hebben talloze verschillende projecten. En ik heb jullie al vaker gezegd, mochten jullie daar vragen over hebben, stuur me vooral een berichtje of bekijk de site van Humanitas. En daar staat gewoon heel veel informatie op. Al deze spullen ga ik meenemen en die ga ik verspreiden. Verder wil ik jullie meegeven. Wil je vrijwilliger worden? Heb je interesse in de verschillende projecten die Humanitas aanbiedt? Neem vooral een kijkje op hun website of stel je vraag in de comments of bericht mij via Instagram of Snapchat of whatever. En dan kunnen we samen kijken of je misschien ook iets kan betekenen. Dat was dus de meeting van vanmorgen. Ik ga nu
terug naar huis. Ik moet even wat boodschappen doen, want ik ga morgen appeltaart maken voor Mar. En daarna ga ik sporten straks. En later gaan Mar en ik op stap, want haar nicht uit Engeland is langsgekomen. En dit weekend vieren we haar verjaardag van Mar. Dus dit hele weekend staat in het teken van Marie de verjaardag. En ja, ik ga nu naar huis spullen ophalen. En dan gaan we door met de dag. Oh my god, guys. Ik heb net al 2 keer de schrik van mijn leven gehad. Waarbij ik dacht dat ik mijn camera kwijt was. Zoals jullie zien, ik ben hem niet kwijt. Ik weet ook niet waarom ik dat steeds denk. Anyways. Ik ben net post uit de brievenbus gaan halen. En ik heb zoiets leuks gekregen. Ik ga het jullie even laten zien. Sagati heeft mij het Sophia May notebook gegeven. Echt super, super lief. En daarbij had ze ook nog eens een lief kaartje geschreven. Volledig onverwachts. Ik deed namelijk mijn brievenbus open en ik zag een pakketje en ik dacht, wat is dit? Toen dacht ik, dit voelt als een boek, maar ik heb geen boek besteld. Dus ik dacht, oh nou wat leuk, misschien heeft iemand een boek voor me besteld, nog voor mijn verjaardag of zo, of iets. Maar het was gewoon dit notebook en ik vind hem zo mooi. En toevallig voor mijn verjaardag had ik een notebook gevraagd en die heb ik ook gekregen. En daar ben ik super blij mee. En met deze dingen ben ik altijd heel zuinig. Want ik vind niet altijd dat ik even mooi schrijf. Als ik namelijk heel snel ga schrijven, dan wordt mijn handschrift lelijk. En dat kan me heel erg irriteren. Dus als ik dan zo'n notitieboek heb. Dan, en vooral zo'n mooie. Niet een of andere, weet toch, gewoon een schriftje bijvoorbeeld van de Action. Dan wil ik altijd heel graag goed uitdenken van oké, wat ga ik hier precies inschrijven. En op welke manier wil ik dat doen. En als je niet uitkijkt, schrijf ik het eerst nog in kladversie op. Voordat ik het echt in het boek schrijf. Maar dit soort dingetjes kunnen echt mijn dag maken. Want vooral dit jaar gaan er wat grote veranderingen plaatsvinden in mijn leven. En daar kan ik dingen als dit heel goed bij gebruiken. Dus ik ben echt super blij hiermee. Even de boodschapjes uitpakken. Het leek Marie en mij het beste idee om 2 taarten te maken. Ik heb hier al mijn post. Hierachter heb ik een aantal spullen die in de voorraadkast moeten. Dus dat ga ik straks ook even doen. Dus, wat hebben we? Oh mijn god. We hebben 2 pakken appeltaart. Nou ja, eigenlijk alles in 2 fout. Dit ga ik even allemaal organiseren en ik ga even wat te eten maken. Want ik heb nog steeds niet gegeten en ik sterf van de honger. Dus ik ga heerlijk een broodje ei maken. Met stokbrood uit de oven. En dan ga ik bedenken wat ik aan ga doen vanavond. Want we gaan dus drankjes doen. En like I said, I won't be drinking for the next couple of months. Maar ik zeg jullie eerlijk, ik ben het al 2 keer vergeten. Als in, niet dat ik op het punt stond om het te doen, maar dat Kisha me eraan reminde van, ja, we drinken niet, blablabla. Toen dacht ik, als ze dat niet had gezegd, had het zo kunnen zijn dat ik vanavond een pornstar martini had besteld. Tenzij Marie me misschien zou zeggen van, zou je niet drinken, maar die knop is nog niet helemaal op, heb ik gemerkt. Goedenavond, guys. Ik heb na het trainen helemaal niet meer gevlogd. Ines was hier. We hebben de reunie van Real Housewives gekeken. We hebben Good Luck Guys gekeken. Ik heb het idee dat mijn camera een beetje vies is. Of het is de spiegel. 1 van de 2, maar het licht ziet er een beetje gek uit. Wat hebben we nog meer gedaan eigenlijk? Ja, dat eigenlijk. Die 2 series hebben we gekeken. Ik keek Fool Me Once ook, maar ik had zoveel concentratie nodig dat ik het heb afgezet. En we gingen dus gewoon iets laagdrempeligers kijken. Ik heb me net klaargemaakt. Make-up is gedaan. Alles erop en eraan. Ik ga nu naar Mar. Zij en haar nicht zijn klaar om te gaan. We wilden eigenlijk ergens een drankje gaan doen. Maar dan moesten we best wel op tijd reserveren. Als in vroeg op de dag. En dat gingen we gewoon niet meer redden. Het is nu namelijk al 12 uur. En we gaan nu pas richting de stad. Dus we gaan een rondje wallen doen. Even dat aan haar nicht laten zien. En ja, ergens een drankje doen en dan gaan we gewoon weer naar huis. Nou jongens, we hebben de auto geparkeerd en we zijn gewoon bij de pont. We gaan vanaf Amsterdam-Noord met de pont. Ja, naar Centraal. Dan gaan we over de wallen lopen. En dit brengt zoveel herinneringen terug, want ik woonde hier natuurlijk vroeger. Dus dit is echt zo geinig. En het regent, helemaal kut. Wil je wat zeggen, Mar? Dat water geeft me het geluid van op de boot naar Marokko. Nou, mij niet. Ik vind het doodeng. Altijd al gevonden. Gadverdamme. Goedenavond iedereen. Hierbij spreekt uw verslaggever Marie. Vandaag zijn we op tour in Amsterdam Centraal. Nee, Amsterdam Centrum. En we hebben onze gids hier, Kiara Esser. Kiara Esser is een ervaren Amsterdammer. Heeft hier een aantal jaren gewoond. Is nu tevergeefs verhuisd, maar you can't take the Amsterdam out of the girl. Jongens, we zouden het niet te laat maken. Het is letterlijk 4:15.
Ik ben helemaal gesloopt. Ik zeg eerlijk, die zelftan is heel goed gelukt. Want ik ben echt heel mooi gebruind, vind ik zelf. Ik ga nu direct douchen. Direct mijn nest in, want mijn wekker gaat alweer om 9:15. Echt, fuck maar even. Wij komen net van het event. Kes, wat wil je erover kwijt? Moet het maar afdoen. Wat wil ik erover kwijt? Nee, het was echt een super leuk evenement. Heel veel inspiratie opgedaan. Hele leuke dames. Dames die het hebben gehost, hebben het ook super goed gedaan. Dus ja, ik ben heel tevreden. Het was echt waardevol. Heel blij dat we zijn gegaan. En ik denk ook sowieso dat het gewoon goed is als je een soort van de journey met jezelf aangaat. En bewust bezig bent met waar je kracht kan liggen, et cetera. Dus, dat je dat ook met anderen bespreekt en zo. Zeker. En dat je dus gebruik maken van dit soort opportunities om met andere vrouwen of mannen, kan natuurlijk ook, in gesprek te gaan over hoe doen jullie dit en wat helpt jullie daarbij. Dus dat, ja, ik vond het ook heel waardevol, heel leuk. We gaan nu terug richting huis en dan gaan we ons klaarmaken voor ons volgende event. Birthday van Marie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zoveel chenille er mag. Dan is de vulling voor de appeltaart klaar. Dus ik ga zo meteen deeg maken. Deeg. Ja, een stoetje. Dus deeg wordt zo gemaakt. En dan gaat dit straks de oven in. Wie gaat de deeg maken? Ik. Oh. Zeg jou als je nog één keer wat heb je een probleem. Je doet het gewoon. Nio, ophouden. Maar ben je lekker op tijd? Nou, ik moet redden, want anders ben ik zo vandaag. Good morning guys, het is nog een beetje donker hier. Gisteren Marie's birthday dinner gehad, super gezellig. We zijn nu alweer klaargemaakt en ready to go to Amsterdam. And there's the birthday girl! Mag ik met zo'n emmer? Ja, kom maar. Omdat ik jarig ben. Yeah. Waar heb ik die emmer gezet? Of hij staat nog in de badkamer? Ja, hij staat volgens mij nog in de badkamer. Ja. Zal ik? Okay. Wat vind je van het overnemen? Van, nieuwe look? Van mijn nieuwe look. Ja, mooi. Staat je goed, mashallah. Jongens, outfit of the day. Dit is soort van balaclava. Nee, het is wel lekker warm tegen de kou. Mijn haar is trouwens gisteren zo mooi gefunct door Wahida. Echt de best, letterlijk. En geknipt. Je kan het eigenlijk ook gewoon thuis doen. Oh, met het water, ja. Ja. Ik heb een pakje aan van H&M. Heel leuk pakje. Ik zal je ook een background story geven, is wel zo leuk. Deze shirt, of deze trui was in de aanbieding voor 5 euro. En toen zocht ik de broek erbij. En de broek was niet in de aanbieding. Maar ik dacht, ja, ik wil hem wel. En mijn maat was er niet, dus ik liet hem mij op de hoogte houden. Maar ik heb altijd het gevoel met dat, ik word toch nooit op de hoogte gehouden. Maar ja, ik doe het wel. En toen was het gekomen en toen heb ik hem gekocht. Oké. Okay. En een pufferjas van de ASOS, 30 euro. Oh, wat schattig. Ja, ik dacht ik doe dit aan. Ja, dat is heel leuk. Beter dan die zwart. Waar is jouw jas? Op de kapstok waar die hoort. Oké, ik dacht al. Anyways, ik heb iets aan van hetgene wat we niet langer promoten. Dus... Oh. Ja. Oh, maar H&M ook niet meer. Niet? Volgens mij niet. Koop niet bij de H&M. Dat zoeken we nog even uit. Nou, dat gaan we niet zeggen. Oké, anyways. Wij gaan lunchen met een andere tante van je, toch? Of een nicht van je? Nicht. Oké, anyways. That's what we're gonna do. Ik weet nog niet precies waar. We gaan nu vertrekken. Benji. Ik neem jullie mee. Nooit geweest. Nee, ik ook niet. Ik zag het op TikTok. Ben benieuwd. Ja. Yeah. We're ready. Huh? Ja. Yeah, I need to grab my bag still. We're gonna go. I'm myself. Oh, het is heel wazig. De hele dag door bijna. Lekker bezig. Ik vind het niet zo erg hoor. Omdat het overdag is. Jongens, ze heeft gewoon de lichten aan laten staan. Dus we hebben heerlijk geluncht.
nu zit hij daar. Zal ik de politie vragen? Ze komen nu. Ja, vraag maar. Meestal hebben de mensen in de bus niks te doen, toch? Nou, dat weet ik niet, maar... We'll find out. Ik steek mijn vinger op. Ze gaan de politie vragen. Sven was de push the car. Yeah. Yeah, I thought that's all they said. Yeah, the lamp is brandy. I'm not gonna do it. You can't. No, and like look how we're parked. No, it's gonna go straight into those but exactly. Yeah. Hold it here. We're Hold going. It. You got it? Yeah, I got right. it. I'm gonna push. Okay, I'm going to push you back first. Okay. Go! Oh, a friend of mine just came to help us out and he like had the car on in like seconds while we were pushing for 15 minutes. Okay, let's get on with the day. De appeltaart zit in de oven. Yummy.